Binnenkort kunt u op dit kanaal kijken naar de programma's van StadsTV Tiel. StadsTV Tiel brengt wekelijks een mix van nieuws, cultuur, politiek, geschiedenis van de regio, sport en nog veel meer. Tiel aan tafel. Een wekelijkse talkshow met gasten uit het rijke culturele leven van het rivierengebied. Hartelijk welkom bij weer een nieuwe aflevering van Tiel aan tafel. We hebben natuurlijk onze vaste onderdelen, het bloemetje en de straatpraat. En daarnaast gaan we met leuke mensen praten, Herrie. Zoals altijd, Sari en Tiel aan tafel. We praten onder andere met Marcel Melissen, de wethouder. Later in het programma hebben we ook nog Wil van Rhee op bezoek. En hij is van de Vrienden van Suriname. Maar zoals gezegd, Marcel Melissen, de wethouder. Je komt vertellen over de pont, hè? De veerboot. De Hendrikus. Ja, dat is de oude pont. Ja. Wat gaat er gebeuren, Marcel? Nou, de oude pont, die gaan we pensioen. Ach. De tijd dat hij rustig aan gaat doen, hij is 57 jaar. Wat gaat er trouwens gebeuren met die boot? Met pensioen. Ja, oké, okay, maar wordt hij ergens anders ingezet? Die gaat naar een verzorgingstehuis voor oude boten. En Tiel aan tafel, nu tijd voor de straatpraat. Binnenkort gaat de Hendrikus uit de vaart. We krijgen een nieuwe pont. Dat is mooi. Mooi, hè? Zou u nou een mooie nieuwe naam weten voor de pont? Het was zo leuk, de Hendrikus de 12e tot de 23e. Dat vond ik nou juist zo ludiek. Ja, nou, dat kan misschien nog. Nou, de volgende de Hendrikus. Oké. Okay. Dat kent iedereen, dat weet iedereen. Wat zou nou een leuke nieuwe naam zijn? Ik zou het echt niet weten. Nee, als we even nadenken. Ja, misschien iets met Flipje of zo, wat toch te maken heeft met Tiel, ja. Ja. Misschien zoiets, ja, ik weet het niet. We hebben hier een veerpont, de Hendrikus. Die gaat uit de vaart, want we krijgen een nieuwe pont. Weten jullie nou een leuke nieuwe naam voor de veerpont? Ik zou hem Heen en Weer noemen. Heen en Weer? Ja. Leuk. Vind je het wat of niet? Ik vind het leuk, ja. Ja, ik ook. Ja, en nu? Geen idee. Ja, dat vind ik geen leuke naam. Hoe zou je hem noemen? Diepgang. Diepgang. Ja, zo komen we nog eens. Ik hou wel een beetje van diepgang. Ja, is dat zo? Ja. Dan zullen we dan nu een goed gesprek gaan krijgen. Ja, kom eens. Ik zeg stop de bal. StadsTV Tiel volgt ook de politiek. Wat wordt er beslist en hoe doen de volksvertegenwoordigers het in de gemeenteraad? Van harte welkom. Dit is een nieuwe aflevering van het Koetshuis met een drietal gasten. We praten met Evert van IJzendoorn. Hij is de fractievoorzitter van Sociaal Tiel. Martin Koning van de ChristenUnie. En met Pieter van den Burg. En Pieter van den Burg is natuurlijk de fractievoorzitter van de PVDB. Pieter, van harte welkom in het Koetshuis. We beginnen met de verkiezingen, want ook daarmee was jij actief, hè? Ja, in de provincie. We hebben voor het eerst meegedaan met een serie lokale partijen. Daar ook Sociaal Tiel, hier uit Tiel, maar ook ProTiel. Was pijnlijk verlopen? Nou, niet pijnlijk. Nou, gedoe weer binnen die club zelf, hè? Dat is een Geldermalsje gebeurd. Ja, oké, maar het is één club. Nou, dat is pijnlijk. Ja, dat hadden we niet gehoopt dat dat zou zijn, maar. Ik moet je eerlijk zeggen, wij hebben er een heel positief gevoel voor de rest dan overgehouden. Niet gered, hè? Nee, jammer genoeg niet. En dat is eigenlijk een beetje aan onszelf te wijten. Dat heeft met twee oorzaken te maken. A, te vroeg of te laat opgestart. Je kent elkaar nog te weinig, waardoor er ook een stukje vertrouwen nog zich moet ontwikkelen. Tweede is dat we heel veel weerstand toch moesten overbruggen van de conventionele partijen die hier in de provincie toch zijn en de lokale toch het liefst buiten de deur willen houden. Actualiteiten. Wat gebeurt er in de streek? Maandag 24 november vond in de Agnietenhof in Tiel een ledenontmoetingsavond plaats. Tijdens de avond werden ruim 400 bezoekers getrakteerd op inspirerende sprekers. En vanavond hebben we een heel mooi programma, u heeft het al gehoord. En dat zijn twee inleiders, Erik de Bruin en Jules Martin, die ons meegenemen in hun verhalen. Hun verhalen van perspectief. Op een andere manier de economie bekijken. Op een andere manier de techniek bekijken. Gewoon helemaal nieuw. Het zijn prachtige verhalen. En met die ervaring en met die verhalen willen wij ook de komende jaren met u gaan kijken. Wat is uw perspectief? Wat is het perspectief voor onze regio? Specials. Programma's van evenementen of bijzondere gebeurtenissen. Van 20 tot en met 27 september nam het EB Rally Team deel aan de Balkan-Breslau Rally in Bulgarije. Er waren 8 etappes te verrijden die alle disciplines van het offroad rijden bevatten. De manches gingen over verharde en onverharde wegen, bergen, zand, water, bosgebieden, kortom, alle disciplines waarbij de kwaliteiten van de piloot op de proef worden gesteld waren aanwezig.
From Nederland, Elko Becker and Guido Heijmans. Another Toyota. Please stop. Please step out of the car. Bulgaria is super. I'm here for the first time. Nice people, nice organization. The weather is good. So everything is here. De etappes waren pittig. Elke dag werd er tussen de 250 en 400 kilometer afgelegd door de deelnemers. Stadstv Tiel. Te zien in de regio via KPN, Tele2, Telfort, Access for All en UPC. Volg ons via stadstvtiel.nl, Facebook, Twitter of download de Stadstv-app. Als ondernemer nu al profiteren van een nieuw reclameplatform in de Rivierenlandregio? Informeer dan nu naar de introductietarieven. Stuur even een mail. info@stadstvtiel.nl. Stadstv Tiel. Lekker dichtbij.